Al mijn puberteit was ik nieuwsgierig naar wat iemand beweegt en hoe dat voor iedereen anders kan zijn. Nu werk ik als psycholoog, onderzoeker en opleider bij Parnassia Groep, gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen. Er is vaak onbegrip voor mensen met een eetstoornis. Zo van misschien moet je maar gewoon gaan eten. Die hele stigmatisering eromheen heeft me gedreven om daarin van betekenis te zijn. Die betekenis vind ik belangrijk als behandelaar. Het is heel mooi als je ziet dat een behandeling echt het verschil maakt. Ook bij langerdurende klachten kan je veel bijdragen. Door mens te zijn en naast de cliënten en hun familie te staan. Herstel is voor iedereen een uniek proces naar het zoeken van een betekenisvol en liefdevol leven. Ik doe zelf onderzoek en kan de uitkomsten naar de praktijk brengen. Daarmee kan ik wezenlijk iets bijdragen aan de ontwikkeling van de zorg voor mensen met een eetstoornis. Voor mij draait het heel erg om die combinatie. Goede zorg bieden, wetenschappelijk onderbouwd, maar nooit de mens uit het oog verliezen. Hun unieke verhalen doen ertoe en daar sta ik bij iedere behandeling opnieuw bij stil. Een eetstoornis biedt mensen vaak houvast. Als zij de stap durven zetten naar hulp, moeten ze verzekerd zijn van de beste zorg. Daar zit ook mijn passie voor opleiden. Hoe je binnen het werken volgens de zorgstandaarden oog houdt voor de cliënt die voor je zit en beseft hoe moeilijk het is voor mensen om een eetstoornis los te laten. Dat breng ik met heel veel plezier over aan mijn collega's. Dat ik mij kan laten raken door mensen maakt me tot een goede behandelaar. Dat kan alleen als je goed voor jezelf zorgt. Mijn 3 kinderen zijn mijn grootste hobby. Ik geniet ontzettend van het moederschap. Verder wandel ik veel, vooral op het strand. Daar ruik ik de geur van de zee, lekker met mijn gezicht in de wind. Het is een manier om even mijn hoofd leeg te maken. In de GGZ kan ik me blijven ontwikkelen door de samenwerking met veel inspirerende collega's. In contact met cliënten en kan ik bijdragen aan de ontwikkeling van de zorg. Ik ben er trots op om voor zoveel mensen van betekenis te kunnen zijn.